Hey kijkers van Sick Legends, ik ben terug in mijn survival world serie en we hebben een nieuwe map. Ik ga zetten het link in de beschrijving, kunnen jullie lekker gezellig joinen. En vandaag is Weske bij me, van Hello. Weske Games, joehoe! Yay! En ik dacht van, ik ben op mijn Sick Legends nog één account, ik switch van skin en dat krijg je dan Pikachu met swag outfit, yeah! Oké, we gaan verder. En jullie denken vast van, Mitch, dude, je had een fucking huis, je had een fucking DR-armor, je had fucking spullen, waar zijn die? Die zijn weg. Dus wij gaan, hé, dat is Mesa bij hem. Oh nee, is een dirt gebouw, laat maar. Niks bijzonders aan de hand, ik ga mine, ik ga hout hakken. Ik weet wat jij gaat doen. Ja, ik pak ook wel even snel hout. Dat is wel handig, maar stel jezelf even lekker voor aan mijn kijkers. Ik ben Dylan, ik doe al 3 jaar Minecraft en heb een eigen kanaal Wesky Games. Daar upload ik vooral Minecraft en ja. Ik zet dat link wel even in de beschrijving van je kanaal. Jo. En 3 jaar Minecraft, zei je? Ja, is wel onderhand. Ah, dus dan kan jij mijn ding heel veel dingen uitleggen, want ik ben best wel noob in sommige dingen. Ach, dat hoor ik wel vaker. Ah joh, komt wel weer goed. Ja, en ik ben blij, want ik kan nu lekker met 60 fps opnemen. Vorige keer was het echt 30, 35, 30. Ja, dus, maar nu is het ook lekker rustig. Precies. Want we zaten vandaag met fucking 25 man in de server. Oh, ik moet mijn plugin nog even uithalen, MCMMO. Oh. Dat ding speest om naar de piep. Piep. Even kijken, hoeveel hout heb jij nu? Ik heb 11 hout, ook wood. Ik heb 16. Oké, nice. Ik heb ook nog 6 birchwood. Misschien hebben we daar nog wat aan. Ja. Voor het interieur. En er zijn een paar mods hier in de server. En Jeffrey, what the fuck? Ja, Jeffrey is ook een mod, waarschijnlijk zei ik het daarom. Maar Dylan, die heeft een YouTube rank. En sommige mensen... Die krijgen dan ook OP qua YouTube rank en zo. Oh. Dat heeft Weske nog niet, maar dat krijgt hij vanzelf wel. En dat is meer gewoon dat als de mods niet online zijn en hij is online, dan kan hij ook even dingen in de gaten houden en zo. Of, want anders moet hij screenshots maken, daar heb ik helemaal geen zin in. Helemaal geen tijd voor en dat is allemaal gedoe. Dus dat klopt. Ik ga even gewoon mensen een paar dingen geven waardoor ze mensen kunnen in de gaten houden. En ik ga even een huisje bouwen, want dat is best wel handig, denk ik. Lijkt me ook. Jij hebt hout, toch? Kan jij daarvan een crafting table en zo maken? Jo, komt goed. Dan begin ik even met een simpel huisje. Even kijken. Ik ben altijd zo iemand die gemaakt heeft met 2 deuren, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon 1 deur. Dat is veel makkelijker. Klopt. Even kijken. Even kieken. Jij hebt geen eten, toch? Nee, je hebt geen eten. Ik heb 2 appels. Ja, ik heb 1 appel, dus misschien kunnen we daar wat mee zometeen. Even kijken. Zo. Ik begin even met een heel klein huisje. Goed Nederlands. Precies. Zo moet het ook, toch? Gewoon goed Nederlands praten. Vooral niet Amsterdams gaan praten, want anders kan je niet verstaan. Dat kan ik niet eens. Ik ben in Brabant. Ja, ik kom uit Brabant. Ja, ik kom uit Amsterdam, dus waarschijnlijk kan je me daar nog niet verstaan. Even ja, kijken. Ik kan je wel verstaan. Ja, maar als ik echt goed Amsterdam ga leren, dan kan je me echt niet meer verstaan, geloof mij. Nou. Even kijken. Want, hoe ben ik op Wesley gekomen? Dat vraag ik me af. Jullie denken van, waarom de fuck gaat hij nou Wesley vragen? En waarom de fuck heeft hij YouTube rank? Nou, jullie weten, hij is Wesker Games. Maar hij zit ook in CommunityCraft. Wie is Wesley? Kwam ik achter. Oh, fuck you. ik heb Weske Games. Wesley is allebei hetzelfde, weet je wel. Nee, ja, Dylan. Dylan, toch? Ja, Dylan. Ja. Zie je wel, ik leer het wel. Ja, ja. Maar Dylan ben ik met CommunityCraft gekomen. Ik heb hem eens een pickaxe en een zwaard in mijn hand. Ik kon gewoon uit de lucht vallen, gewoon. Dus ik heb een mini-huisje. Dit ga ik even... Ja, deze crescent table ga ik even in de hoek zetten. In de hoek met dat ding. Oh, ik heb geen axe. Nee, moet je eerst een vriendin hebben. Oh ja.
Oh ja. Lijkt me slim. Oh, het is alweer donker. Ugh. Maar ik had even een plek uitgekozen en hier was een mine, zag ik. Dus ik ga hier even lekker... kool zoeken. Hey vriend, skeleton vriend. Hoi. Jij gaat hier weg. Hier heb je een ex. Ik ga de andere kant op. Doe dat. Oh, er zijn heel veel vrienden hier zo. Twee zombies, een creeper, skeleton. Nou, kan niet beter toch? Ah, jullie is lekker rustig aan deze kant. Heb jij even mazzel? Het is voor de kijkers nu heel erg donker hier, denk ik. Hé, hey, nog een skeleton waar kool is. Hoi. Kom eens hier. Kom eens hier. Auw. Nee, deze Pikachu mag niet dood. Ga weg. Pikachu is heilig. Pikachu is sowieso heilig. Pikachu kan ook donderstraal, wist je dat? Ja, daar was ik vanmiddag achter gekomen. PT Lightning en zo. Was echt geweldig. Zeker. Maar je hebt je spullen terug, dus niet klagen. Nou. Nou. Nee, geitje. Nou. Oh, daar is mijn grote vriend. Hi, vriend. Even kijken. Gaan we vrienden zijn met elkaar? Fucking water. Zo. Oh, hier is heel veel kool. Zal ik dat meenemen? Ja, want ik moet toortjes hebben. Dat lijkt me wel heel erg handig om kool mee te nemen dan. Ja, dan neem ik kool mee. Dan doe je dat. Spin. Is er geen mobspanner in de buurt of zo? Want er zijn heel veel spinnen en weet ik wat allemaal. Ja, er is een mobspanner. GG, well played. What the fuck, deze spin tript hem zwaar. Echt? Ja. Het is genomen. Ik heb geen flauw idee, maar ik ga het wel even afzetten. Nee! Slash back. Zo. Waar ben je? Gelijk weer de zwaard in mijn hand. Volgens mij gaat iets niet goed aan die kant. Een klein beetje niet goed, denk ik. Zo. Hey, een skeleton. Ik ga nu rustig die kool pakken, want fijn. Eerste aflevering een nieuwe map en ik ga gelijk dood. Nou. Zegt genoeg over de rest van de serie. Kan ook niet beter. Ja, ik speel ook geen 3 jaar Minecraft zoals jou. Ik ben niet zo een... zo, veel beter voor de kijkers denk ik. Lekker lampje erbij. En als jij naar mij toe komt, dan kan je eventjes helpen met die mobspanner. Ja, ik blok het hier even af hoor, want er komen allemaal skeletons aan, zie ik al. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb een soort van, ik heb soms van OP gebruikt, zeg maar. En nu sla ik me zo voor een extra iedere keer 2 kool. Oh, heb je die chest al gepakt? Nee, ik heb nog niet geloot. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, ga weg. Ben je dood? Nee. Maar je kunt toch toortjes om dat ding heen zetten? Ja, en dan gaat hij niet meer spannen, zeg maar, toch? Ja, klopt. Ik zal dat wel even snel doen. Dan moet hij die dingen eerst dood. Ah joh, YOLO. Ga jij voor? Yo. Wacht, waarom doe ik dit? Ik heb een stone sword. Volgens mij was het zoiets. Ja. En brood. Oh wow, kijk die enchant gek in die chest. Oh yo. Nice. Ik heb een disc, een button, redstone en wat paarden spullen. Nice, ik laat deze... spawner even hier liggen. En dan ga ik later kom ik met die ga ik die mossy stone weghalen. Wist je trouwens dat in die nee is niet meer zeldzaam in die, niet? In die nieuwe biomes in de dark forest oakwood volgens mij of zo dark oakwood forest of wat dan ook. Dan spawnen die dingen gewoon, dan spawnt gewoon mossy cobblestone. Oh ja, ik weet wat je bedoelt, het is een soort van die kleine ruïnes. Ja precies, het is echt vet ziek gewoon. Oh, hier is in ieder geval de uitgang. Ja, ik weet waar de uitgang is, gelukkig. Ja, ik nu ook. Ik heb een toortje neergezet. Maar ik ga de aflevering niet zo lang maken, want het begint eigenlijk volgens mij wel te vervelen voor de kijkers als ze iedere keer een aflevering van een half uur kijken of zo. Als je de community craft. Ja, dat vooral. Als ik met Ilka aan het opnemen ben, dan zijn we echt een half uur. Ilka en ik kunnen echt lang doorlullen met z'n tweeën wat we willen. Ze zijn ook heel goed in elkaar doodslaan. Hé, hey, daar ben ik ook. Ja, maar niet zoals ik en Ilko kijk. Weet je wat het is?
Ik was met Ilko, David en Joris. Waren we naar een jungle. De jungle is zeg maar 2.000-3.000 blokjes van waar wij zitten vanaf. Uh-huh. Dat is de dichtstbijzijnde jungle. Nou, Ilko, David, ik en Joris gingen lopen. Ik was bijna dood. En ik loop achter Ilko. Ilko schrikt van mij, hij slaapt me. Ik bounce tegen de fucking grass aan. Nou, niet bounce, maar ik sprong zeg maar, want ik schrok. Hij schrok me. En ik spring zo van die berg af en ik was dood. En ik kon geen flashback doen. Dat is echt kut. Dus ja. Dus toen hadden we besloten, Ilko en ik zijn geen goed survival team. Maar toch, omdat het gezellig is, nemen we gewoon lekker op. Daar gaat het toch om de gezelligheid. Precies. Even kijken, ik heb genoeg kool. Ik heb 58 kool. Ik heb 17. Nice. Even kijken. De uitgang. Even kijken. Dan gaan we... hoe heet dat ook weer? Waar is mijn huis? Daar. Oh, hier. Oh, mini-zombie. Oh, rennen. Shit, kan niet rennen. Hé, hey, mini-zombie vriend. Ga dood. Doe eens lief. Au. Oh, shit. Oh, fuck. 2. Oh. Waar komen die dingen vandaan? Oh fuck, ik beer hem. Later. Houdoe. Even een appeltje eten. Zo. Ik heb er geen meer. Ik ga beginnen aan jou geven. Is goed. Dan ga ik even dit ding bedekken met toortjes. Mooi. Daar een toortje. Ja, maar jij hebt fly in de server als het goed is. En ja, nog steeds. Met fly kan je als het goed is met Q. Als je dat Q, ik bedoel control. Dan vlieg je sneller op een of andere manier. Dat is een nieuwe feature in 1.7. Oh lol, waarom weet ik dat nu pas? Dat je een noob bent in Minecraft die al 3 jaar Minecraft speelt. Weet je, dit is de eerste keer dat ik 1.7 speel. Zo. Ja, deze server echt actief. Zo, nu kan je ook in mijn furnace en chest en zo. Ah, nice. Misschien wel handig. Doe jij eens lief. Zo. Heel veel zombies zijn niet lief. Oh, oh fuck. Nee, ik ga dood. Oh fuck. Oh noob. Ik pak je spullen wel weer op. Ik heb 2 name tags, wauw. Oh fuck, nou ben ik weer dood. Oh nee, toch niet. Even, het is niet. Oh noob. Die erin. Hey, Gold Horse Armor, nice. Die had ik inderdaad ook. We hebben een goed begin, zeg. Dat vind ik nou ook. Nieuw start, goed begin. Even kijken. Waar is de kool? Die Wooden Axes moeten we eigenlijk vervangen met Stone, want wij kunnen dat niet gebruiken, die Wooden Axes. Die Wooden Axes is aan World Edit gelinkt. We hebben vrienden. Vrienden. Ik zou de deur niet open doen. Ik zie jou trouwens niet in mijn huis. Wat? Ik sta hier gewoon. Moet eventjes uit de game gaan en inloggen, dan zie ik je weer. Zo. En zo. Zie ik je weer? Ja, ik zie je weer. Zo. Wat moesten we er ook weer in doen? Niks nog. Iron. Moeten we geen iron? Iron. Maar jij hebt iron gevonden. Ik wel. Nou, ik niet. Ik heb best wel wat. Nou, ik ga nog even een chest maken. Zo. Maar even voor de zelfpromotie, eventjes uitleggen gewoon. Van wat upload je op jouw kanaal en wat doe je allemaal? Go. Op het moment doe ik nog niet zoveel, want er zijn best wel wat series vervallen en zo. Maar ik upload echt alleen nog maar Minecraft nou. Waaronder straks ook CommunityCraft, dus ja. Er is me in mijn oor verluisterd dat... Dylan ook een VIP pakket gaat weggeven. Yup. In mijn server. Mhm. Dus leg even uit wat ze ervoor moeten doen. Moeten ze abonneren op jou? Moeten ze een video kijken? Ga je een aparte video ervoor maken? In ieder geval moet je deze video liken natuurlijk. Daar gaat het allemaal om. En ja, daar komt nog zeker wel een video over op mijn kanaal. En die moet je zeker liken. Abonneren hoeft niet per se hoor. Niet? Tuurlijk wel. Nou, ik kan het zeggen. Het is een beetje... Zou raar zijn, hè? Zeker. Nee, mijn. Maar ja, verdere informatie krijg je in die video wel, dus ja. Ja, je moet niet te veel verklappen. Anders nee, dat doe ik ook niet. Anders is er niks meer aan. Dan weten ze, we moeten dit en dit doen, klaar. Is het niet handig dat ze jou volgen? Dat je dan tweet van,
Ik ga nu die VIP-pakket weggeven. Kom op de server en dan geef ik hem weg of wat dan ook. Ja, dat lijkt thuis denk ik best wel slim, ja. Lijkt me wel handiger. Ja, mijn Twitter is niet gewoon, is niet zo echt heel moeilijk. Het is gewoon hashtag Wesker Games. Als je die gewoon volgt en je houdt hem in de gaten, dan Volg kom je vanzelf @Wesker wel te Games weten. maar, want hashtag Wesker Games, dat kan je niet volgen. Oh ja, oké. Scumbag ik. En als jullie vragen waarom ga je niet met John Smith opnemen. Nou, ik vind John Smith wel leuk, maar met Survivor vind ik Vanilla wel leuker, zeg maar. Het is gewoon standaard en chill en zo. Heb jij een texture pack dan? Ik heb John Smith, ik heb Conquest, ik heb Sfax, ik heb Fateful. Ik heb een 0 voor 1.7. Ik kan hem een paar sturen zo meteen, komt goed. Ah, nice. Maar ik ga afsluiten vandaag, voor vandaag. En volgende keer zien jullie Wesker gewoon weer. En ja, abonneer even op Wesker Games. Links zit in de beschrijving. Volg Wesker Games op Twitter als jullie geïnteresseerd zijn in een VIP-pakket op de SL-server. IP staat ook in de beschrijving. En misschien zelfs in beeld als ik niet te lui ben ervoor. Ja, abonneer natuurlijk op mij als je het nog niet gedaan hebt. En ja... Kijk gerust verder als je de serie leuk vindt. En voor Community Craft moet je bij Beske zijn. Ja. Yeah. En bij mij. En bij David. En bij Joris. En bij Sam. En bij de rest van de Community Craft. Ja, zo kunnen we wel even doorgaan. Ja, dan kunnen we nog even 10 mensen opnoemen. Nee jongens, bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. En denk je nou van, nou, ik wil gewoon het vervolg gelijk zien. Doe dan even 50 duimpjes omhoog als ik die haal. Op dezelfde dag dat ik hem upload, dan komt de volgende dag dezelfde dag gewoon nog lekker online. Zo doen we dat gewoon. Jongens, bedankt voor het kijken. Later.